Goeiemensen. Nou, het weer wordt een mooie dag op de zil, maar het waren eigenlijk wat te hut, hè? Ja, wij net zo vol meters maken hier. Nee, er weer maar één Alex kijken om er maar op te gaan, hè? Ja, die door het om. Ja. Je hebt beide of bemanningsleed zilt op het Gaasmuiders scootje, hè? Ja, klopt. Ja, ik zilde nou, ik ben als lid jonkie, ben ik mooi opgegroeid. Nou, vanuit de basis kwam vanuit Tolle weer. Nou, dan mochten we pas mooi de wedstrijd zilen. Van de voormiddag wel gauw eens mooi op 9 mei of 9 mei, voor de fun. Maar vanuit Tolle, dan kwam het wedstrijd zilen in beeld. Dus ja, dat is natuurlijk Tolle. Nou, hoort mooi. Ja, ja. Natuurlijk. Nou, zo zit ik er nou. Oh, dik zien hier weer bij. Ik begin als pijler. En nu al 8 jaar als lierenman. Nou, ik ben er letter wat bij kan. We zijn op vakantie op de Skelling met een matenploeg. En nou, we zitten volgens mij dat we een minder dooi. En we zitten op een minder dooi, het weer een hartstikke warme dooi. Het is 24 graden. Dus we zitten wel lekker binnen en bierken erbij en de SKS ervoor. En nou, toen zei er van IFKS. En ja, eigenlijk zie ik je waar ik dan woon je. Wij kennen wel een extra Hansie Broeke. Nou, dan moest ik een keer maar te trainen. En, dus, nou, waarom van vakantie? Mooi te trainen. En, nou ja, klaar. Toen ben ik IFKS direct mooi best. En, nou ja, hartstikke mooie weekend gehad. En, nou, ik denk dat ik, nou, 4 weer dat ik mooi zielt heb. En, nou, ouder dan hier, van het eerst net. En toen ben ik als opstapper mooi best bij een oorscootje. En, De Raderhoek. De Raderhoek, ja. En nou, dat denk ik voor dit jaar. Ik werd als opstapper op papier. Dus ja. En bij de GVS viel je hem nog net zo heel lang mee, hè? 2 jaar nog? Ja, dit is het 2e jaar, ja. Ja. En hoe bevalt dat? Ja. Het is hartstikke leuk, een heel leuke ploeg. Ja. Iedereen die wil je wel helpen en vertellen hoe zij dingen doen en wat ze mooi maken hebben. Dus. Van een ploeg leren een heel soort, wat jou al jaren en sjurren. En wat is er zo mooi aan het scoutzilm? Het is wat lietser. Als het koetje zilm, ben je mooi te geëren voor het, of soms was je draaien. Ja. Ja, je hebt minder meningen aan boord, je kan het mooi te geëren houden. Ja. Ja, en het is een platbodem, een soort gelijkenis met het koetje zilm. Ja. Het komt de test in de buurt, maar nog van de lietse boordjes. Ja, want hoe ben je op het idee gekomen om een scout te geven? We hebben mooi, maar de IFKS en SKS hebben ik al eens die de jeugdzieldagen mooi dingen. Oh ja. Dat was onze eerste ervaring met de scout. Nou, en op een gegeven moment dan word je wat ouder en scootjes zien is hartstikke leuk, maar ja, dan word ik wel eens een keer op eigen voort en verder. Nou ja, wat een bordje moet je dan hebben? Keep je een valkje, een rand meer of een 16 kwadraat? Nou ja, we gewoon wel een plot bij hem krijgen. Dus dan hebben we een gegeven moment de scout wat in afspraak komt bij u. Nou, dan hebben we wat een droomziekje geweest. Ja, het zijn dat ook niet. Waar heb je deze scout gevonden? Deze heb ik grauw gevonden, maar de begin van de zoektocht die is in het zijn begin. Daar lag je te keef, maar dat ging je zonder nummer. Nou ja, daar hingen we beide net een goed gevoel bij. Dus dat is wel gauw. Hebben we even bedankt. We hebben wel direct weten, al mijn scout kochten. Dat er kleer weer, dat ik nou, dat er een nummer bij zit. En dat er eigenlijk zo mooi zielig hoor. Ja, en zo ben we bij. Jaapje de Beer daar in Grauw. Ja. En wat een sneur en mooi, en ben we erheen geweest, koffietijd. Nou, ik geloof dat we er om een uur af tolen, of jou winnen, en wij winnen. Dus, ja. Een heel verhaal van Jaapje, hartstikke mooi, zijn enthousiast dat die man een keer hoe zien Skouken toen nog. En de oude naam weer dus Pieter Zahitter, maar hij heeft nou weergebreken, hè? Hij heeft nou weergebreken, dat is ook wel weer een mooi verhaal hoe we erop komen binnen. We hebben Vivien hebben bij de gasten hebben we een wedstrijdkoetsje onder schaal gebracht. Nou, en van het koetje moet ik een nieuwe naam komen. Dan hebben we het bemanning zijn van, nou, draag maar wat naam om. En dan stemmen we erover. Dus verschillende jongens die hier de naam inbracht. En Arne Jelle kwam met wat naam weergebreken. Die heb ik in de paar dingen. Ik heb mijn stem telt. Nou, het is een weergebreken die is krek net worden. Het koetje heeft nou de dageraad. Dus ja, toen moesten we, en dan hebben we de schouwkar. Ja, dan werd de naam net zo moeilijk meer. Nee. Ik wil alleen maar weergebreken hebben. Ja. Ja, dat ging wel echt vrij rap vooruit. Ja. Nee, want je had vroeger in Oorje een scootje lijn. Je bent wel een snuipen op scootje historie. En nou, toen kwam ik dat scootje en die hier de naam Weerbreker. En nou ja, zo ben je er eigenlijk op kwam. Ja. Zo bloedde het naam in Oorje. Ja, en je schouw is dus een snelle schouw, hè? Die had ik altijd.
Hij is twee keer kampioen geweest in de B-klasse, van wat wij weten. Toen jette er Pieter Sahiter. Dat kwam laatst nog in de GVS schouwzeilen app. Er kwam een foto voorbij van heel al wat wedstrijden slaan. En daar stonden we twee keer in. En wanneer kennen we hem op het podium verwachten? Nou, we hopen natuurlijk zo gauw mogelijk, maar ja, de concurrentie is ieder sterk. Ja, en al doen we al eerder, dan hopen we dat we binnen een paar hier alles even een prijsje pakken. Dat is wel mooi. En dan weer je het al in de vader mooi komen kennen. Ja. En dan weer vroeger weer een grotere ploeg, hè, hier uit de omgeving bij. En dat is een orde hier gaat maar heet Volzijn, de hele omgeving. En Hilton ben er alweer twee schouwen. En hier komen nou eigenlijk ongeveer jouw schouwen bij, hè? Ja. Al je maar jongere bemanning. Ja, Alex de Jong uit Heeg. En nou ja, wij zijn er dan relatief nabij bij. Dirk Jan is dan net heel lang bij de GVS. Dus dat komt allemaal meer uit deze hoeken mooi. Ja. En dat is alleen maar mooi. Dat is heel mooi. Dan kunnen we hier op een jongen eens even een trainingje hebben. Ja. Want had je al langer zielen dan je kan leuk zielen. Oh, je hebt mooie peer binnen en dan kun je wat beter meten. Ja. Dus, en als je daar wat voor hoort, dan zie ik hoe dat uitpakt. Ten opzichte van de hoor. Ja. Juist. Ja. En dan met weer aas. Ik was de wedstrijd is helemaal snel. Dat zou helemaal mooi zijn, no? Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou helemaal mooi zijn. En wat zou je hem zeggen, zowel het zijn oren die dat ik hoor nooit denk om een schouw te geven? Hij ging is mooi. Vreeg je zien in of broek een schouw. Ja. Ja, ik ging eens een bochtje om, maar één. Er is altijd wel één die nog eens een fucking is of zo ziek het. Dus ging eens daar, is mooi, mooie wedstrijd. Ja. Dus, dan kom je er wel achter dat het altijd wat van je is. Ja, super. Hartstikke bedankt voor dit interview. Graag gedaan.